Yo, wij gaan jullie de komende tijd meenemen in de wereld van Baby Blue. Voordat wij de feesttent en de festivals kunnen rocken, moet er natuurlijk eerst gerepeteerd worden. En dat gaan we nu laten zien. I want it all. Leg eens uit waar we in godsnaam beland zijn. Wat zien we hier? Een hele hoop rotzooi. Nee, ja, dit is ons bandhok. En dit hebben we eigenlijk zelf gemaakt. Of verbouwd, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Het was eigenlijk een oude schapenstal. Oh. Ja, volgens mij. Okay. Van horen zeggen. En dat hebben we helemaal opgeknapt tot ons bandhok. En hier repeteren wij. En wat zijn al die schuimkussens aan de muur en dekens aan het plafond? Dat is geluidsdemping. Ah. Ja. Oh. Wij maken nogal heel erg veel herrie. Herrie? Ja, herrie. Herrie. Muziek. Herrie. Muziek. Nee, muziek. Herrie. Ja. En die koelkast is gevuld met? Te weinig bier. Bij het eerste nummer, Take 154. Zeg, Niels, luister eens, vraagje voor jou. Wat is nou eigenlijk Baby Blue? Nou Joris, Baby Blue is een feest- en festivalband. En we spelen ruim 100 keer per jaar op alle festivals en feesten in Nederland. Kijk aan. Netjes, en heb je daar plezier bij? Ik geniet er enorm van. Het is het leukste wat er is. Enorm. Ja, dat. Wie heb ik er nog gewoon inzetten? Ja, ja precies, maar die ringtoon moet je horen, maar niet een heel telefoon. Ja, maar ja, ik zeg gewoon of niet, die gewoon niet. Hallo? Dat is wel vet, gewoon hallo, hallo. Hallo? Hallo? Wie heb ik aan de lijn? Wie heb ik aan de lijn? Zal ik dat gewoon doen? Gewoon zo'n slagje. Want er zit eigenlijk echt geen gitaar in. Nee, maar ik denk dat vet is als je inderdaad dat slagje gewoon van begin tot eind bij elkaar drinken, heel lang door. Ja. Dan blijft het een beetje herkenbaar. Hoe komen jullie bij de naam Baby Blue? Hoe? Nou, we hadden ons eerste optreden in de Gouden Leeuw in Bellicum, zeker 3 jaar geleden. Shout-out naar de Gouden Leeuw. toen hadden we wel gerepeteerd, we hadden wel al 3 kwartier aan muziek, maar we hadden het nog geen naam. En toen is om de een of andere reden Baby Blue blijven hangen. Maar dan komt eigenlijk, onze eerste optreden deden we in pak en dan allemaal een soort van babyblauwe accessoire. Ik had bretels, flink wat een strikje. Wat jij, bretels. Ja, hoedje, strikjes, eigenlijk van alles. In baby. Nee, oh nee. Je had niks. Omdat mensen vonden dat wel gewoon gaaf of zo. Het is wel meteen blijven hangen. Dus zo.